Jezus bidt voor zijn afscheid tot God, opdat zij één zijn zoals wij één zijn, volmaakt één. Allen die hem lief hebben en zijn woord onderhouden, belooft hij, wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Zacharias is door het lot uitgekozen om in de tempel het wierookoffer te brengen. Zoek voortdurend zijn aanschijn. God wil midden onder zijn volk wonen, in de tabernakeltent en in het heiligste der heiligen. Daar zal ik tot u komen. Plotseling staat Gabriël, een engel des Heren, aan de rechterzijde van het altaar. Vrees niet, Zacharias, uw gebed is verhoord. Zacharias twijfelt aan zijn woorden, dat zijn vrouw hem een zoon zal schenken. Vele mensen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Gabriël sluit de mond van Zacharias en keert naar huis. Enige tijd later wordt Elisabeth zwanger. Dat heeft de Heer voor mij gedaan. Vele zonen van Israël zal hij terugbrengen tot de Heer hun God. Hij zal voor hem uitgaan, voorzegt de engel Gabriël. Gabriël wordt van Gods wegen naar Nazareth gezonden, naar Maria. Hij groet haar. Verheug u, begenadigde, de Heer is met u. Zo kondigt hij haar de geboorte van haar zoon aan. Aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. Als Maria aan de engel vraagt, hoe zal dit geschieden? Antwoordt hij, de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Ook haar nicht Elisabeth verwacht een zoon. En Maria antwoordt, zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Maria begroet haar nicht Elisabeth. Op dat moment springt Johannes op in haar schoot. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Elisabeth prijst Maria, de moeder van haar Heer. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is. 3 maanden blijft Maria bij hen. En als Johannes geboren wordt, schrijft Zacharias op wat de engel zegt. Johannes zal hij heten. Onmiddellijk wordt zijn tong losgemaakt en prijst Zacharias God. Hem zonder vrees dienen, al onze dagen voor zijn aanschijn. Johannes verblijft in de woestijn en preekt een doopsel van bekering. Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Hij zegt dat hij de Messias niet is. Hij die na mij komt, hij zal u dopen met de Heilige Geest. Johannes ontvangt Gods woord. Op wie gij de geest zult zien neerdalen en blijven rusten, hij is het die doopt met de Heilige Geest. Hij zegt Johannes, zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen. Onmiddellijk als Jezus opstijgt uit het water, gaat de hemel open en spreekt Gods stem, dit is mijn Zoon, de welbeminde. Gij zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. Engelen komen om Jezus hun diensten te bewijzen. Maria bewaart alles in haar hart. Niet van brood alleen leeft de mens, maar van ieder woord dat komt uit de mond van God. In de kracht van de Geest trekt Jezus verder. Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade. Niemand heeft ooit God gezien. De eengeboren Zoon die in de schoot van de Vader is, hij heeft hem doen kennen. Mogen vandaag ons offer bestaan in volmaakte aanhankelijkheid aan u.